Nose. Nog even een kleine snik op deze nacht. 2:10 is het inmiddels. En we hebben het eerder besproken. Het Songfestival Nederland host het volgend jaar in Rotterdam. De eerste vergaderingen van de selectiecommissie zijn geweest. Over 3 weken horen we hopelijk hoe het zit met de presentatie. Hoe ziet zo'n vergadering eruit? Nu met de selectiecommissie bedoel je? Ja. Nou, er zijn allerlei songs nu ingestuurd door mensen. We hebben geen actieve oproep gedaan, terwijl iedereen kan wel alles insturen wat hij wil. Mm-hmm. We hebben een grote Dropbox, die wordt dan door onze head of delegation, er worden al die songs in verzameld. Dat is één spoor, en dan luisteren naar alles wat er ingediend wordt. Daar zitten soms hele oké liedjes bij, en middelmatig liedjes, en ook liedjes waarvan je denkt, heb je onder een steen gelegen, en heb je het Songfestival soms niet gevolgd van de afgelopen jaren, dat ook. En tegelijkertijd, en dat is ook altijd wel, nou, zinvol in ieder geval gebleken bij bijvoorbeeld Douwe Bob, of in andere zin ook wel bij Duncan Lawrence. Er worden ook wel gesprekken gevoerd met mensen over een langere periode. Want het is echt wel een circus in de goede en minder goede zin van het woord. Je moet overeind kunnen blijven. En je moet blijven investeren, zou ik maar zeggen, in contacten met mensen uit de muziekindustrie om dingen echt mogelijk te maken. Zoals Ilse de Lange een zeer bepalende rol heeft gespeeld bij Duncan Lawrence, en hem ook heeft aangeraden aan ons, de selectiecommissie. Zo worden er ook gesprekken gevoerd met artiesten. Ja, concreet, het is niet iets wat je 2 maanden van tevoren gaat bedenken. Gooi je er een nummertje in. Het is bijna een baan, dit hele gebeuren. Bijna wel, of eigenlijk wel. En bovendien, natuurlijk, doordat Nederland nu de winst verzilverd heeft van ook een beleid eigenlijk dat er al was een aantal jaren, om toch met wat je daar dan ook verder onder verstaat, met kwaliteit te gaan. In ieder geval, mm-hmm, met mensen die heel goed kunnen zingen en die ook een reputatie hebben. En de ene song was misschien wat minder dan de andere, maar dat is wel beleid dat we gevolgd hebben. Vorig jaar hebben we voor het eerst gekozen voor, we gaan eerst een song kiezen nu, en dat koppelen aan een artiest. En dat beleid, daar zijn we nu nog steeds mee bezig. Dat Music First, dat Duncan riep nadat hij gewonnen had dit jaar, dat blijft, dat is altijd mijn strategie geweest in elk geval, dat blijft ook, laten we zeggen, de leidraad voor het komende jaar. Het hoeft helemaal niet te betekenen dat het nu weer een ballad wordt, maar we gaan wel weer voor authenticiteit, onderscheidend, urgent, precies waarmee Nederland zich nu op de kaart heeft gezet. En waarmee Nederland ook gidsend is voor andere landen zoals Engeland, Spanje, die nu opeens hun selectiebeleid omgooien. Die gaan nu ook Music First doen. Die gaan in ieder geval veel meer, Engeland voorop, wat al jarenlang een land is dat niks levert. Die zijn nu eindelijk ook wakker geworden en denken van, we moeten toch misschien, ondanks de Brexit, eens een keer wat anders doen. Jij bent dit jaar aangesteld als creatief adviseur. Wat houdt dat precies in? Dat ik op afroep beschikbaar ben, en niet eens zo vaak als sommige mensen denken, voor vergaderingen waarin ik dan mijn visie geef op bijvoorbeeld, waar we concreet vorige week een vergadering over hadden. Ik vond vorig jaar dat die puntentelling is natuurlijk reuze spannend altijd, maar dat is een beetje een ingewikkeld verhaal, dus dat ga ik niet helemaal vertellen nu op dit late uur. Maar je kunt veel nadrukkelijker dan het afgelopen jaar gebeurde de televotingwinnaar ook in beeld brengen. Iedereen dacht nu dat Zweden de nummer 2 was. Ja. Omdat dat de jurywinnaar was die pas als laatste zijn punten kreeg. Precies. Maar Zweden was uiteindelijk maar de nummer 5. Italië werd tweede. Is ook altijd zo onduidelijk. En daar moet je hogere wiskunde kunnen voor. Ja, je moet het ook beter in beeld brengen. En ervoor, mm-hmm, zorgen dat de overall nummer 2 nog net voordat je de nummer 1 bekend maakt, nog een keer in beeld is. Nou, daar hebben we het dan bijvoorbeeld over. Daar kan jij bij helpen. Daar roep ik dan iets over en dan doen zij ermee wat ze ermee willen doen. We hebben in dit programma altijd een estafette vraag. Betekent dat de gast van gisteren een vraag heeft aan jou en dat jij een vraag mag stellen aan de gast van morgen. Gisteren was hier Jan-Joost van Gangelen. De estafette vraag. Hey Cornel, Jan-Joost hier. Je hebt mij ooit ongelooflijk kritisch gejureerd bij It Takes Two. Of Just the Two of Us heette het toen nog. Was jij jurylid, ik zong met Edcilia Romli. En dan ben ik nooit vergeten dat jij mijn zangcarrière in de dop geknakt hebt. Dat heb ik dit jaar weer meegedaan met It Takes Two, maar dit keer met Waylon. En nou vroeg ik me af, hij wil het zelf volgens mij heel graag, hè. Maar vind jij niet dat hij en Ilse op het Songfestival samen gewoon met de knijter van een hit moeten komen? Nou, het antwoord erop is dat Waylon gisteren ook bij Boven Ervan Doris aangaf, volgens mij, dat hij best wel weer open staat voor een hernieuwde samenwerking. Voor een hernieuwde samenwerking. Maar dan moeten we even ook nog bij Ilse op de deur gaan kloppen. Ik bedoel, ik weet het niet, maar ik weet niet of dat erin zit. Nee. Maar anders, als dat er wel in zou zitten in relatie tussen Waylon en Ilse, denk je dan dat dat een goed idee zou zijn? Om eigenlijk een oud duo dus weer uit de kast te trekken? Of is dat niet zo handig? Nou, als ik eerlijk ben, ik denk dat het echt niet zo handig is. Ik zou het heel leuk vinden wel, maar op een gegeven moment moet je ook denken, Waylon heeft zijn eigen fantastische carrière, Ilse is de eigen fantastische weg ingegaan met de Common Linnets. En dat is ook goed. Je moet niet tegen de klippen op willen herhalen of weer uit een prachtig verleden op willen roepen wat misschien geweest is in dit geval.